Allemaal kijken naar een vlog van Codelief. Dit keer een, het is een heel kort vlog in het kader van Vlogrust. Ik probeer een nieuw editingprogramma uit en dat heeft wat voet in aarde, dus ik moet veel oefenen. Het is over wat ik de afgelopen dagen heb gedaan. Ik heb een korte een uurlange instructie gevolgd van Janet Butch, een Shetlandse ontwerpsopreister, die les gaf in breien met de breiriem. 3 en 4 naalden, of 2 en meer naalden. Ik heb nog wat breiwerk gedaan. En dat is het. De workshop van Janet Butch. Die was maandag. Ik zal linken naar haar website. Ze geeft verschillende workshops, ook met Fair Isle breien. Dit is dan breien met de breiriem. En het is met name omdat al een paar jaar ook de Shetland Wool Weeks niet doorgaat. Daar heeft zij blijkbaar ook nog wel vaker les gegeven. Ze is een nichtje, haar moeder is een nichtje van Hazel Tindall. En die is wel heel bekend als zijnde een van de snelste breisters van de wereld. Maar wij weten natuurlijk allemaal in het World Book of Records, daar staat niet Hazel Tindall, daar staat Mirjam Tekels uit Zwalmen als snelste breister. Hazel die is ook heel snel, maar die heeft dat nooit echt officieel aangemeld bij Guinness Book of Records. Guinness Book of World Records die is via een andere instantie. En ze is erg goed bekend, dus zij komt vaak als snelste breister naar voren. Oké, daar is ze dus aan gerelateerd. Ze had ook een hele mooie manier van spreken. Ik heb wat korte beelden, want dat kan ook met het VSDC-programma, dat je van je scherm beelden opneemt. Zonder, jammer genoeg, zonder spraak, want ik heb ook nog een andere opname gemaakt. Daar heb ik het dan zo nog over, maar ik had dus nog iets meer aan moeten klikken, dat ik ook de audio opnam. Nou, deze even laten zien. Deze heb ik ooit via Marktplaats gekocht. Dit is een breischei. Daar heb je voor nodig lange stalen naalden. Nu werken we gewoon standaard met millimeters. Maar de Engelse maat is anders voor breinaalden. De Amerikaanse maat is ook nog heel anders. Vroeger had je ook heel andere maten. Ja, er zijn wel websites. Ik zal er naar linken hier beneden. Dit was echt iets, zo'n verzilverde ijzeren breischei voor een rijkere dame. Ik weet niet precies hoe dat zich heeft ontwikkeld in de 19e eeuw. Ik geloof dat de koningin van Engeland, Queen Victoria, die was op een gegeven moment ook aan het handwerken, dat die het handwerken heel populair heeft gemaakt. Misschien is er nog wel een andere oorzaak geweest, maar voor rijkere bourgeoisie vrouwen, dus niet de allerrijkste, maar ja, van de handelaren, was het heel om ook aan je man en je kinderen te laten zien dat jij inderdaad niet zomaar de hele dag zat te bladeren in modeblaadjes, want die kwamen in de 19e eeuw ook heel erg op, dat je niet alleen maar de hele dag langs de winkels ging om allerlei dingen te shoppen, maar dat je inderdaad ook de hele dag bezig was met dingen maken. En waarschijnlijk was het ook wel zo, we waren laatst in het Tylers Museum. Daar hangen heel veel schilderijen ook van vrouwen die aan het breien zijn. En dan hadden ze deze dus in hun riem steken. En hierin, je ziet een beetje het gaatje, dat is wat uitgerekt. Kun je allerlei maten breinaalden insteken. Dit is een grote, die is iets meer dan 40 centimeter.
De maat heeft te maken met het aantal steken van het werk. Dus dit zou eerder voor een trui zijn. Dus dit deed je zeg maar aan je riem, waar dan bijvoorbeeld ook die châtelaine aan hing met een schaartje en een naaldenkokertje en de sleutels van het huis. En hierin stak je dus die breinaald. En dat was dan zeg maar de lege breinaald. Daar kwamen dan de nieuwe steken op. En waarschijnlijk was het zo dat ja, het was ook heel elegant. Je kon hele elegante bewegingen maken als je aan het breien was. Ik denk met haken ook wel. Dus het ging helemaal niet snel. Mensen gingen echt mooie bewegingen maken om ja, die elegante handen te laten zien. De breiriem daarentegen, dat was echt meer iets boers. Ja, volgens Janet Butch is hij dus inderdaad ontwikkeld in Shetland. En ze wist niet precies de oorsprong van de ontwikkeling. Is het iets wat, ja, leerbewerk konden ze daar goed. Paardenharen, Shetland ponies, hè? Weet ik niet of dat echt zo was. Maar die breiriemen worden gevuld met paardenharen. En blijkbaar hebben paardenharen de eigenschap om die gladde naalden heel goed tegen te houden. En wat je inderdaad bij breiriemen ook ziet, is dat er heel veel verschillende gaatjesgrootte in zitten. En Janet zegt van ja, eigenlijk gebruik ik daar niet zo heel veel van. Ik gebruik eigenlijk standaard de middelste. Je hebt dan drie rijen boven elkaar. Maar ja, ze zegt op het moment dat die middelste gaatjes een beetje uitweiden, net zoals deze, een beetje stuk gaan, dan gebruik je de bovenste. En zijn die niet meer zo bruikbaar, dan draai je de breiriem om. En dan gebruik je de onderste als bovenste. Ja, dus nou ja, het was echt een gebruiksvoorwerp. Ze zegt, er zijn ook heel veel mensen die zeggen van, oh, ik heb nog de breiriem van oma. Want ze zegt van, ja, het is dan vastgenaaid. Je kunt het zo ophalen. Je kunt er nieuw paardenharen in doen. Over het algemeen zijn die gaatjes, die zijn nou ja, niet heel erg uitgelebberd. Of ze dan ook nog nieuwe leerdrop deden. Ja, dat zou misschien best kunnen. Ja. Zij heeft dus inderdaad een leuke demonstratie gegeven. Ze werden ook gebruikt om te lopen tijdens het breien. Want met zo'n breiriem kon je heel veel gewicht van je handen, van je naalden. Of het hing dan wel op je naalden, maar niet op je handen. Dus dan kon je toch nog blijven bewegen. Ze zegt, het is misschien ook wel een beetje ver. Nee, dat je inderdaad mensen ziet met een grote mand met van die turfstronken op hun rug. En dat kon echt wel tot 20 kilo op aantikken. En dat ze dan breien waren. Het zou ook best kunnen zijn dat die fotografen zeiden van, kun je niet eens even iets op je rug hangen of zo. Nou ja, dat dat dan gebeurde en dat daar de foto's van zijn. Want ja, ze zegt, het gewicht kan behoorlijk oplopen. Maar mensen waren gewoon natuurlijk ook veel sterker vroeger. Al met al duurde de workshop een uurtje. Ik zat, dat is dan ook wel heel erg leuk, hè, met een heel internationaal gezelschap. Die workshop te doen. We waren met 7 leerlingen. Caroline uit België. Nou ja, dat is dan niet zo internationaal. Maar dan nog mensen uit Canada, uit Verenigde Staten. Die dan bij de Shetland Wool Weeks in 2018, 2019 was het laatste, waren geweest. En daar een breiriem hadden gekocht. En er eigenlijk nooit iets mee gedaan hadden. Toen de workshop was afgelopen, toen had ik dit gebreid op mijn breischijf. Nog niet zo heel veel, dus ik moet het echt meer gaan oefenen, want anders dan wordt het nooit meer. En toen stuurden ze nog instructiefilmpjes door. En wat er inderdaad ook leuk aan is, dat er, zij zegt van, ja, nu de, die Shetland Wool Weken niet zijn, ze zegt het is toch jammer om al die breiers over de hele wereld niet te zien. Ze heeft verschillende tijdstippen ingepland om een soort Zoom-meeting te hebben met breiriembreiers. En dan ja, vragen te stellen, gewoon te kletsen.
Ze zegt, we kunnen ook breakout rooms doen. Dat heb ik ook al eens gedaan. Ja, als schoonmaker doe je dat niet zo heel vaak, maar op het gebied van breien heb je al een paar keer zo'n workshop gehad. Dus het is dan wel leuk om een internationale... Zij wil proberen om een wat grotere internationale community te stimuleren op het gebied van breien. Nou, tot zover inderdaad die workshop. Wat ik nog wel leuk vind om te noemen, maar wat ik niet helemaal weet of dat een aanrader is. Vroeger had je Craftsy, een online, wil ik weer zeggen community, maar dat was het niet echt. Platform, dat was het woord wat ik zocht, waar je heel veel... handwerk, knutsel, hobby, cursussen kon vinden. En dan niet een workshop, maar echt wel cursussen met 5, 6, 7 lessen. Ook op breigebied. Dat is later overgegaan in Blueprint. Ja, Blueprint. Toen ben ik er ook nog wel eens lid van geweest. Dan kon je per maand lid worden en dat was dan iets van €8. En dan kon je dan per maand opzeggen. Dat vergat ik dan wel eens, weet je wel. Maar na een maand kon je het gewoon opzeggen. En dat is toen ook weer gestopt. Maar nu ondertussen is het weer Craftsy geworden. En voor relatief weinig geld, voor iets van $3, kun je daar een jaar premium lid van worden. En er staan nog heel veel films op uit van die cursussen, op rijcursussen, uit de jaren 0 van de 21ste eeuw. Misschien ook nog wel van de jaren 90, maar dat denk ik niet. Met bijvoorbeeld Xandy Peters over die Stack Stitches. Laura Nelken, die vind ik heel erg leuk. Die heeft ook nog wel een vlog. En die heeft veel met sjaals, vormen van sjaals, kantsjaals. How to fix your mistakes in lace. Dus het is inderdaad echt allemaal Engelstalig. In het begin van het jaar ben ik daar lid van geworden. En het nadeel was dat je het nu niet meer online kunt opzeggen. Je moet naar Amerika bellen. Hello, this is Marlene Hoekendam. Oh, how do I spell it? En dan kun je het opzeggen. Dus ik was een jaar lid geworden en ik heb dezelfde maand ook opgezegd. En het lid worden was $2,50 en het opzeggen was €3,50. Zag ik op mijn telefoonrekening. En ik hoop dat dat inderdaad helemaal goed is gegaan. Nou ja, ik merk het wel. Want nu is het inderdaad heel goedkoop om van die een beetje gedateerde, maar erg interessante cursussen gebruik te kunnen maken. Vergeet je het op te zeggen, dan is het in 1 keer $80. Dus dat is ja, een nadeel. Je kunt het niet meer per maand doen. Dus daar heb ik inderdaad ook nog wat opnames van. Dit is Laura Nelken. But before we go ahead and do that, I'm going to show you this again one more time, and then I'm going to show it to you again on Magic Loop. It's going to take you a few times the first time you do this. I feel like you should get a little prize if you get to do it your first time out. I almost never actually am able to start off right away in the round. I always have to try one more time. Again, the big trick is to be really tight, tighter than you normally would allow yourself to be. If you are finding that things are really slippery and it's really hard for you, 9 times out of 10, I'm just cutting a knot out of my yarn that always ends up there from that beginning overhand knot. 9 times out of 10, it's the needle material. I do have a whole lesson on choosing needles. I'm almost bizarrely passionate about needle choices, but you might find that you're wanting to work with metal needles for your shawl, but for the cast on, it might help you to just be casting on onto bamboo or wood needles, needles that have a lot of grip to them where the needles aren't slipping around as much. Slipperying, that's a new word I just coined. Die heeft in september heeft ze een breimarathon georganiseerd om geld op te halen voor bepaalde
honger- en armoededoelen in de Verenigde Staten. En als je dan $100 betaalde of je liet sponsoren tot $100, dan mocht je er helemaal aan meedoen. En er werden allerlei lezingen gegeven en zo. Dan heb ik er ook nog wel een mailtje gestuurd van, wil je misschien een lezing in het Engels over de geschiedenis van Braille? Ik kreeg nog een heel berichtje terug, maar ze zat al vol, zeg maar. Hé, heb jij lekker gewandeld? Sorry, manlief kwam terug met de hond, dus even nu weer een ander beeld. Ik was aan het vertellen over Laura Nelkin, die bij Craftsy zit en die ik ook een mailtje had gestuurd. En er kwam een heel leuk mailtje terug van, hey, wat interessant, die geschiedenis van Braille. Maar nou ja, het programma zit vol. Wie weet, ooit nog een andere keer. Nou ja, wie weet. Ik stuur iedereen mailtjes. Ik heb nu Tetty van Nat Snit weer een mailtje gestuurd. Kun jij niet zo'n ranunculus ontwerpen? Want ik had iets geprobeerd met een ontwerp van haar. Die floral blauws, dat je dan een soort bloemen hebt, maar daar werd hem niet. Ik heb ooit koningin Maxima, ja dan geen mailtje, maar een brief gestuurd. Dat het toch wel heel erg leuk zou zijn als zij een sjaal van bijvoorbeeld Monique Boonstra zou aanschaffen. Daar was Monique nog niet zo blij mee. Nee, die had zoiets van, wat heb je nou gedaan? Nou ja, oké. Dus dat zal ik niet meer doen. Sorry, Monique. Maar dat is het ideale bruggetje. Monique Boonstra, making a point, sjaal. Kijk eens wat een eind ik ben. Nou, het klopt niet helemaal met het patroon van Monique. Maar ik vind het wel leuk. Ik vind het wel mooi als hier zo die... die rechte steken zo doorlopen. Loopt die daar wel door? Oh, dit is zo fijn dat dit wol is. Dit ga ik er nog allemaal uitblokken. Na 5-6 keer en gelukkig na de vijfde keer had ik een... hoe heet het? Ik weet hoe het heet. Een lifeline geïnstalleerd. Want op een gegeven moment, ik denk, ah nee, hoeft niet, weet je wel. 2 omslagen, 1 omslag, ik kan het best. Maar ik heb mooie gladde punten en dat is wel heel fijn. Maar soms glijdt het daar dan weer zo snel vanaf. Ik heb nog niet van die naaldbeschermers, dat moet ik misschien ook eens aanschaffen. En dan was het naar beneden geladderd en dan wist ik absoluut niet meer hoe ik het netjes op moest pakken. Dus vandaar ook dat ik weer die cursus van Fixing Mistakes in Lace, ja, maar die begint heel bazaal. Het begint niet gelijk bij Monique Boonstra, dubbele, ja, het is jammer, heel jammer. Oké, maar ja, nu de zesde keer op een gegeven moment had ik door en dan is het... Dan ben je dit patroon aan het maken en dan denk je van, hè, moet ik hier niet een overslag maken? En dan blijkt dat je, ik had volgens mij ook af en toe, ik denk dat ik mijn overslagen niet allemaal heel goed precies maak. Want dan waren ze helemaal naar de achterkant van de naald gerold en dan moest ik ze daar oppakken, weet je wel. En wat ik in het begin deed, was dan een overslag oppakken die dan eigenlijk een naald lager zat. Wat geen overslag was, wat gewoon een steek was. Nou ja, maar ondertussen ben ik nu zover en vannacht heb ik nog een heel stuk door kunnen breien, want nou ja, ik maak me wel druk over het klimaat. En ik heb in het voorjaar Carolien Evers en Annemarie Pronk. Annemarie Pronk is de klimaatzuster geïnterviewd. En nou ja, nu volg ik haar op Instagram en zij had beelden van de klimaatwakers laten zien. Dus mensen die bij het katshuis staan om de mensen van de formatie te stimuleren om vooral ook aan het klimaat te denken. En nou ja, dan proberen ze echt continu mensen te hebben staan. Die hebben dan zo'n mooie sjerp om, klimaatwaker. Maar tussen 8 avonds en 8 ochtends is het klimaatwaken online. Dus vanochtend moest ik vroeg werken. Ik had het al best lang uitgesteld, dus ik denk van nu moet ik het echt gaan doen. Alleen mijn man en ik waren thuis, de rest was te hort op. Dus ik denk, oh, dan stoor ik ook niet veel mensen. Dus ben ik van 4 tot 6 klimaatwaker geweest. Dan zet je een kaars neer
En dan, wat ze inderdaad ook heel leuk doen, is aansluiten bij de Comfort Blanket deken. Een initiatief dat is gestart naar aanleiding van documentaire van David Attenborough. Op Netflix is die geloof ik ook te zien. Alive on Our Planet. En Gijsje van Bakel, ze woont toevallig in Eindhoven. Die wilde die toch ook wel negatieve gevoelens die naar aanleiding van die documentaire vrij of loskwamen, wilde ze graag in een positief iets omzetten. En daar is ze heel hard aan het werk. Je mag een vierkantje van 10 bij 10 centimeter naar erop sturen. En dat is het verwerken tot een hele grote deken. De officiële einddatum is de VN-conferentie 2021 in Glasgow. En dan moet ik even opzoeken. Dat is volgens mij in november. Ja, 1 tot 12 november. Ik zal de link naar haar website hier ook erbij zetten. Want tijdens die klimaatwaken heb ik dus vooral aan deze, heb ik hier weer een paar ribbeltjes bijgebreid. Ik heb nog wel wat ribbeltjes te gaan. En dit was gewoon, ik doe het dan nu gewoon links breien. Maar ze vragen inderdaad ook tijdens die waken om een kaars neer te zetten. Dus ik denk dat ik een klein lapje ga breien met een kaars erin. Dat zal ik dan opsturen. Ja. Dat was inderdaad dan vannacht. Heb ik hier lekker aan kunnen breien. Dit is gewoon oefening om te breien. Ik had ook nog wel een bloemetje extra gebreid. Maar ja, dat is niet zoveel om te laten zien. Deze zal ik nog heel even laten zien. Dit is een mislukte babydeken. Ik denk dat hij mislukt is omdat ik gewoon het foute garen heb gekozen. Kijk hoe die hangt. Het moet eigenlijk een vierkant zijn. Het garen is van Katia. Ik zal even opzoeken wat het ook alweer is. Ik geloof 50% katoen, 50% acryl. 100% katoen. Het was niet zo heel fijn om mee te breien. Want het zijn vier draadjes waarvan er steeds eentje van kleur verwisselt. De kleurwisseling vind ik wel leuk. Maar ze zijn helemaal niet zo strak in elkaar getwijnd. Dus het is echt zo vaak dat ik moest terugsteken omdat van de vier lusjes er eentje uitstak. Het is het patroon van Anne Regou. Die begint in het midden. Oh, leuk, leuk, lekker, lekker, brei, brei. En dan op een gegeven moment heb je meer dan 400, 500 steken op je naald staan. Dit is misschien ook wel een fout geweest dat ik hem gewoon zo afgekant heb met dit katoenen garen. Want het krult natuurlijk hartstikke om. Zou het nog verbeteren, die verschrikkelijke vorm die geen vierkant is, als ik er een eikort van maak? Als iemand daar ideeën over heeft, ik hoor het graag. Ik heb nog wel garen over. Hij moest ongeveer een meter bij een meter borden. Ja, dat is hij wel, maar ja, qua vorm. Weet je. Want qua sjaal is hij ook niet heel handig. Dit is gewoon niks voor mij. Oh, zeker nu niet. Altijd warm. Nou, ik heb het sowieso altijd wel warm. Maar nu krijg ik ook 's nachts wel eens warm. En mijn zus heeft ook berichten. En ik lijk wat dat betreft wel op mijn zus, die is 2 jaar ouder. Dat zij nu ook overdag wel eens warm heeft. Ja. Dus dit draag ik eigenlijk niet. Ik moet hem echt zo schuin, maar dan met die punten is het niet. Wat dat betreft hoop ik deze. Die wordt gewoon een stuk langer en smaller. Nee, we zullen het zien. Dat was het eigenlijk voor vandaag. Ja. Van de week ga ik eigenlijk nog een paar leuke dingen doen. Museum in Maastricht.
Daar zou ik naartoe zijn geweest vorige maand al. Maar toen was ik even niet lekker. Dus met mijn nicht naar Maastricht. Met mijn nicht naar Maastricht. Nou, kan zij ook zeggen. Zij gaat ook met haar nicht naar Maastricht. Ja. Dus ja, misschien daar wel weer beelden van bij het volgende berichtje. Bedankt voor alle lieve berichtjes. Ja.